En de herdenking van de Samaka Dhaka is dit jaar anders geweest dan het afgelopen jaar. De stichting Samaka Dhaka 19 september 1762 laat weten dat vanwege de COVID-19 pandemie er geen grote activiteiten zijn georganiseerd. Het enige was een traditioneel plengoffer dat vanmorgen is gehouden nabij de Sommelsdijkskreek. Op deze dag herdenkt de Samakastam het vredesverdrag dat op 19 september 1762 werd gesloten met de toenmalige kolonisator. Omdat er geen grote activiteiten georganiseerd zijn, zal de stichting Samakadaka de mensen proberen te bereiken via een lezing die eerder is opgenomen. Deze lezing zal via diverse mediakanalen uitgezonden worden. De woordvoerder van de stichting, Marciano Galimo, zegt dat de strijd van de Sramakaners om tot het Vredesakkoord te komen, niet eenvoudig was. Daarom is de focus dit jaar meer gelegd op het eren van de Samaka-helden. Everaar uh, is geboren op, in juni 1848 uh, in het dorp Gansy. Dus volgens zijn eigen biografie. Ja. Was hij de eerste persoon die in het dorp is geboren? Okay. Dus hij heeft die voetstappen bij de ja. palia geboren. Dus daar is het toch bijzonder. Ja. Want hij heeft het dorp geen schade gegeven. Nee. Eiveraar, controle, man. Hij heeft op verschillende gebieden een bijdrage geleverd. Ik Hebben noem uh, In het onderwijs. Ja. Hij was de eerste opgeleide Saramakaner. Uh, die een onderwijsactaat bereikt, een okay. vierde rang. Oh, Muziek, hij was een topmuzikus. Okay. Hij heeft een bijdrage geleverd in het kerkelijk werk. Hij was de eerste Saramakanen die geordend werd, dominee in de EBG-kerk, ja. zoals ze dat noemden. En hij was ook een kenner van de Saramakkaanse taal, die iets heeft gepubliceerd in de taal. Professor Franklin Jabini zegt dat Daniel Everaar een van de Samaka-helden is over wie de lezing gaat. Jabini haalde verder aan dat Everard ook veel heeft betekend voor de muzikale ontwikkeling van de Samakaaners in de koloniale periode. Hij had een koor samengesteld dat niet alleen het in het binnenland optrad, maar ook in de stad. En ze hebben opgetreden. Het was buitengewoon. Ze waren onder de indruk toen hij. Met zijn koor, ja. Hendels Messiah, Messiasong en dat gedeelte. Halleluja, ja. halleluja, halleluja. Nacht maar van dat En ze, de, de mensen waren onder de indruk geraakt van wat er is gebeurd. De, de gouverneur heeft ze toen gevraagd om bij hem thuis te komen optreden. U zag dus professor Franklin Jabini. Hij gaf aan waarom Daniel raar als een van de Samaka-helden wordt gezien.